De gemeente Ede gaat alvast een aanvullend bedrag betalen aan alle mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen. Ze krijgen komende weken 500 euro op hun rekening bijgeschreven. Ze hoeven daar niets voor te doen. Wethouder Karin Bijl Ondanks het energieplafond zijn de kosten voor energie nog steeds hoog. De landelijke overheid heeft nog enige tijd nodig om de nieuwe regeling Energietoeslag 2023 verder uit te werken. De verwachting is dat in de zomer van 2023 bekend is hoe deze regeling gaat werken en wie daarvoor in aanmerking komt. Omdat wij vrezen dat dit moment voor sommige mensen te laat komt, heeft de gemeente Ede besloten om een deel van de energietoeslag vooruitlopend op het Rijk alvast eerder uit te keren, al dus bijl. Om meer edische leerlingen te werven zijn de vijf middelbare scholen in Ede begonnen met de campagne Je leert en leeft in Ede. De meeste Ede'se kinderen kiezen al voor een middelbare school in hun gemeente. Maar er is ook een groep die kiest voor een school in de omliggende gemeente, zoals Veenendaal, Barneveld en Wageningen. Of alle kinderen in Ede naar school willen is nog maar de vraag, want voor kandidaten van het Reformatorische Van Lodestein College in Barneveld of Ichters College in Veenendaal ligt een school in Ede minder voor de hand. Op de nieuwe website voede.nl hebben de scholen het complete onderwijsaanbod gezet. Daarnaast hebben ze nu gekozen voor een gezamenlijke digitale aanmelding van de nieuwe leerlingen, zodat de ouders of verzorgers het kind eenvoudig kunnen aanmelden. Volgens wethouder Leon Meijer is Ede een mooie gemeente met een middelbaar schoolaanbod voor ieder wat wil. Ook is de wethouder blij met dit initiatief. In veel gemeenten in Nederland is het vorig jaar nog flink duurder geworden om een huis te kopen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het kadaster. In de gemeente Ede ging een koophuis vorig jaar voor gemiddeld 429.400 euro van de hand. Dat is 9,4% meer dan in 2021, toen de gemiddelde verkoopprijs op 392.400 euro lag. In de gemeente Venendaal ging een koophuis vorig jaar voor gemiddeld 429.400 euro van de hand. Dat is 16,8% meer dan in 2021, toen de gemiddelde verkoopprijs op 367.600 euro lag. In de gemeente Renen steeg de gemiddelde prijs van 447.700 in 2021 naar 502.500 euro in 2022. Dat is plus 12,2 procent. Landelijk betaalden huizenkopers vorig jaar door de bank genomen bijna 429.000 euro. 42.000 euro meer dan het jaar daarvoor. De gemeente Renen en dorpsraadvereniging Dorpsbelang Elst hebben een plan opgesteld om het dorp op te knappen. Al eerder werd Renen en ook Achterbergen opgeknapt, maar nu is er geld en ruimte om Elst mooier te maken. In totaal is 770.000 euro beschikbaar. Het grootste deel van dat bedrag zal worden gebruikt om het centrum, het gebied rondom de kruising van de schoolweg met de tabaksweg, levendiger, veiliger en groener te maken. Daarnaast is er 80.000 euro voorhanden om multifunctioneel centrum het beste goed aantrekkelijker te maken. Nog eens 80.000 euro is bestemd voor ontmoetingsplekken in het dorp. Zo moet er onder meer een multicourt, een sportveldje geschikt voor meerdere sporten komen, waar jongeren met elkaar kunnen afspreken. Ook ligt er de wens voor de realisatie van meer ontmoetingsplekken voor de inwoners, een opknapbeurt voor de parkeerplaats van een supermarkt, maar ook de verkeersveiligheid verdient aandacht. Er wordt te vaak te hard gereden en de wens is om op de schoolweg oversteekplaatsen te realiseren. De gemeenteraad zal hierover nog een besluit moeten nemen. De gemeente Woudenberg stelt elk jaar de WOZ-waarde van een woning of bedrijfsruimte vast. Zodra de WOZ-waarde is vastgesteld, krijgt u eind februari een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen WOZ. De gemeente Woudenberg heeft in verband met de stijging van de WOZ-waarde het tarief naar beneden bijgesteld naar 0,08 procent. Om de WOZ-waarde te bepalen, kijkt de gemeente naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de maanden rond de waardepijldatum. Deze datum ligt één jaar voor het belastingjaar. Voor de WOZ-waarde voor 2023 is dat dus 1 januari 2022. Hierdoor loopt de vast te stellen WOZ-waarde achter op de prijsontwikkeling op de huizenmarkt. Eindelijk is het dan zover. Het vernieuwde gemeentehuis in Renswouden is in gebruik genomen en wordt op 24 maart geopend voor genodigden. De gemeente kan zich voorstellen dat velen geïnteresseerd zijn in het gerenoveerde en nieuw gebouwde pand. En daarom leiden de medewerkers van de gemeente u graag persoonlijk rond tijdens een feestelijke open huis op zaterdag 25 maart. Rondleidingen, diverse activiteiten, maak kennis met de medewerkers van de gemeente en geniet van een hapje en een drankje. De inloop is vrijblijvend, aanmelden is niet nodig. Van 10 tot 3 bent u van harte welkom. Advies is om wandelend of fietsend te komen. De parkeerplaatsen zijn op die dag niet beschikbaar bij het gemeentehuis.